Maar toen kreeg ik jou. Ik moest al mijn ambities opzij zetten om jou op te voeden. Dus het is mijn schuld dat jij je doel niet hebt kunnen bereiken? Weet je waar jullie naartoe moeten? Naar de conferentie van Stichting Hindustani. Met als thema rechten van het kind. Goedenavond, wij zijn hier namens Cineac Den Haag. Bij een grote Hindustaanse manifestatie. Hoofdthema de rechten van het kind. Een groot debat, een grote soort discussie met prikkelende stellingen. Wat wordt er hier georganiseerd? Vandaag wordt het rechten van het kind bespreekbaar gemaakt eigenlijk. Dat is een onwijs taboe onderwerp onder vooral allochtone mensen, zeg maar. En heel veel mensen denken van rechten van het kind, dat gaat gelijk om slaan, weet je wel. Dus dat is gelijk los handjes, daar wordt gelijk aan gedacht. Maar het is ook mentaal iets, kan het een mishandeling zijn. En daar staan heel veel mensen niet bij stil. De regels, rust, vrijheid, regelmaat, respect. En op laatste heb ik ook respect aan toekomst. Jij had zelf ook een leuke pittige iets in de discussie. Waar ging dat over? Nou, ik had zoiets omdat het publiek niet reageerde. Toen dacht ik van ik zal gelijk iets zeggen waardoor de mensen een beetje getriggerd raken. En ik had toen verteld van ja, het is ook zo. Van kinderen dien je gewoon op te voeden, te begeleiden. En daarbij zijn de ouders het belangrijkste, steunpilaren. En naast de drie R's, rust, regelmaat en reinheid, had ik nog een vierde erbij toegevoegd. Dat was respect. Want als je met je kinderen in open en eerlijke houding praat, dan kan je veel meer uit je kind halen. En je kind kan ook jou ook omgekeerd begrijpen. Dus het is eigenlijk een wisselwerking. Een open communicatie is het beste. Ik vind het een heel leuk bijeenkomst. Ik vind het ook heel goed dat het gebeurt. Want je hebt zo te zien ook heel veel ouderen, zoals je ziet. En zij leren ook weer en kijken naar hun eigen situatie. En de jongeren, de ouderen die met hun kinderen komen, die zien dan ook weer van hé, dit is een discussiepunt. En daar moeten wij zelf aan denken bij onze eigen opvoeding. Veel meer dan zouden. De instelling was psychische problemen, geven identiteitsproblemen, verwarring en vervreemding van het gevoel. Ja. Dat gaat over Hindoestaanse identiteit, denk ik. Ja. Kan je drie sterke kenmerken opnoemen van de Hindoestaanse identiteit? Nee, ik denk dat onze cultuur een kenmerk daarvan is dat we heel sterke gevoel van samengehorigheid inderdaad hebben. Dat we heel veel waarde hechten aan onze religie. En heel veel waarde hechten aan eer. En ik denk dat hele drie sterke punten zijn. Juist ook op die gebieden juist ook weer de problemen naar voren komen. Hey, wij hebben van jullie kunnen genieten, want jullie hebben ook volgens mij iets gedaan. Wie wil dat vertellen wat jullie gedaan hebben? Jij? Ik heb gedichten voorgelezen, maar ik heb ook dansjes gedaan. En jij? Ik heb twee dansjes gedaan. Oké, 12, recht van het kind. Nou, noem daar eens 1 of 2 of 3. Kinderen hebben recht tegen bescherming. En kinderen hebben recht om naar school te gaan. Kinderen hebben recht om... Ze hebben ook recht om op straat zeg maar, veilig te gaan lopen. Dat ze niet zeg maar, worden aangevallen. Recht om drugs te gebruiken? Nee, die niet. Nee. Hey, maar jullie weten al een hoop, zeg. Maar jullie zien er een beetje gelukkig uit, is dat ook zo? Ja. Ik ben super gelukkig met mijn moeder en mijn vader. Wat lang. Ja, ik ook. Okay. Ik vind mijn moeder even lief, dus ik ben altijd gelukkig. Ja. Nou, wij hebben een ontzettend leuke middag gehad met best wel prikkelende stellingen. Een volle zaal, een volle bak. En uiteindelijk lekker eten en een feest wat halverwege is, maar wat er nog echt los gaat barsten. We hopen dat u genoten heeft van de stellingen en een goede sfeerimpressie heeft gehad. Een fijne avond verder.